Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, de BOG, de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, de PAHO, en de medische zending, de MZ, zorgen voor de hygiëne en medische controle in de door wateroverlast getroffen gebieden van Brokopondo. Deze organisaties zijn de werkarmen van de regering in het gebied. Dit zei minister Amara Madin van Volksgezondheid vandaag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers. Wij krijgen elke week wekjes verslag vooruit medische zending over alle de dorpen, alle de poli, sana situatie, sana status van de zorg, van medische zorg in Godrape. En de medische zending is onze waakhond daar. Dus de medische zending is check alle tori. Weet je, ik ben in Zwitserland en ik ben een PAHO-directeur. En waarschijnlijk is dat bericht ook toe. Ik kies een gesprek gelijk omdat de hoofd van emergency afdeling voor PAHO bij de rapen toevallig. En als schrift die met een gesprek, En we zorgen dat twee ingenieurs voor PAHO, twee sanitair ingenieurs, kunnen Suriname, de denono in het gebied, analyseren van de situatie moest dan hygiënisch. De minister gaat verder aan dat het een uitdaging is voor de werkarmen om de gebieden optimaal aan te doen. Zo ook het evacueren van de gemeenschappen in Brokopondo. Volgens de gezondheidstopman is de plaatselijke gemeenschap niet in staat om zelfstandig te evacueren. Vandaar dat de werkarmen zich wekelijks moeten oriënteren in het getroffen gebied. A poli, kan je de poli nog zoeken, wat toe poli nog maar. Maar a toegang naar poli is moeilijk. Dus a passie gaan naar poli, a zoeken. Dus wat we doen nu, medicijnen en ruk uit naar botten, voor gaan naar de zoeken ook. Dus dat heb ze. We merken dat een aantal diarreegevallen bij niemand toe ook toe. Ook dit dat hij op zijn risico. Dus nu nog de team voor BOG, de ready study, als mijn Maxi-directeur zo meteen. Maar trouwens er nog een keer zo'n bericht dat de milieu-inspecteur ook weer voor een spuiten heel precies. Omdat inderdaad, na een voer of water bestil, dan mosquito begin ontwikkeld. En dat was erg plaag. Het is een erge plaag. Dus we hebben al goed gekeurd dat er wordt bespoten. En vandaar dat we hier weinig voor volle gezondheid, maar BOG, medische zending, naar PAHO, uiteraard dit ene gebied voor volle gezondheid. En we moesten eigenlijk advies bij de voor evacueren, maar is dat van een situatie dat de evacueren maar zomaar.